vanuit de Perron 21, Valkenburg Politiek. Met als gast wethouder Remy Meijers. En wij praten met hem over wat is PGP en wat doet die partij nou eigenlijk? Welkom wethouders Remy Meijers. Ik heb het al in mijn inleiding gezegd. Wat is PGP? Kun je mij helpen? Ik hoop het wel, ja. Kijk, de PGP die stond voorheen voor het samenwerkingsverband tussen PPGV, GroenLinks en PvdA. Alleen, we hebben eigenlijk toen al in 2014, toen we samenkwamen bij de toenmalige verkiezingen, ja, besloten, in ieder geval wilden we het traject in gang zetten om een echte lokale partij te worden. Ja, en dat zijn we dus nu op een haar na. Er moet nog wat officieel geregeld worden, maar dat gaat dus wel gebeuren. En nu heet u PGP? We blijven nog steeds PGP heten, want dat heten we al. Ja. Alleen wij hebben nu de betekenis van de letters dus iets veranderd. Het is nu Progressief Groene Partij en dan Valkenburg aan de Gul erachter. We hebben dat ook gevraagd aan inwoners hier in Valkenburg. Wat zij nou weten van PGP? We gaan er eens even naar kijken. De PGP, heeft u daar ooit van gehoord? Dat is een politieke partij, hè? Heel goed. Oh, ja, ja. Maar welke politieke partij? Waarvoor staat de afkorting? Partij. Wacht even, nu weet ik het zelf niet meer. Weet u wel raadsleden of leden van die partij? Kunt u die opnoemen? Oh nee. Niet zo met politiek op de hoogte. He. Dus ik zou het niet durven zeggen. Is er niks van. PGP'tje, wat horen we op een gegeven moment? Wat de gemeente hanteren deed bij post. Nee, ik geloof het. Zegt me helemaal niks. Helemaal niks. De PGP, ooit van gehoord? Nee. Niks van gehoord? Nee. Oké. Okay. PGP, nooit van gehoord? Nee, helaas. Nee. Okay. Pensioengebonden project. En de PGP als politieke partij? Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nooit van gehoord? Ja, zeker. Ik volg de partij. Okay. De politiek wel, joh. Ja, een nieuwe partij die moet zich eerst eens even bewijzen. Wethouder Meijers, u hebt nog heel wat werk te doen, hè? Want u bent niet zo bekend. Althans, die partij van u die is niet zo bekend. Hoe gaat u dat nou aanpakken? Nou, ik ben eigenlijk zeer verheugd dat nog zoveel mensen ons dan niet kennen. Want we hebben bij de vorige verkiezingen al 3 zetels gehaald. Met andere woorden, al die mensen die toen gestemd hebben, zo'n 1300, die wisten wel op wie ze stemden. Als deze mensen dan nu ook nog over te halen zijn, ja, dan komen we wel aan een halve raad. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat uw branding, uw naamsbekendheid, wel erg tanend is op dit moment. Nou, ik weet niet of het tanend is. Ik denk eerder gewoon dat, zeker als je kijkt naar lokale politiek, ik sta er versteld van hoe weinig mensen nog steeds weten wat er her en der aan politieke partijen speelt. Kijk, en als je dan een landelijk merk bent, zoals ik het allemaal even noem, zoals CDA en VVD, dan denken mensen, oh ja, dat zal dat en maar dat van bij horen. Maar u bent landelijk merk, maar u bent toch ook een combinatie van landelijke merken. U hebt in uw vaandel de Partij van de Arbeid, GroenLinks, dan een plaatselijke politieke partij, en u noemt zich Progressief GroenLinks. Nee, ik zeg het verkeerd, Progressief Groene Partij. Ja. Is dat niet verwarrend? Ik hoop het niet. Kijk, wij zijn voortgekomen uit een samenwerkingsverband van PvdA, GroenLinks en de lokale partij die je noemt. Dat leverde de afkorting PGP op. We hebben dat ook in rood, groen en rood aangegeven. We zijn gewoon heel pragmatisch. We blijven PGP heten, want de mensen die toen op ons stemden en die bij ons betrokken zijn, die weten wel heel goed wat de PGP is. Alleen dan is het nu gewoon Progressief Groene Partij Valkenburg. Ja. Waarin onderscheidt u zich nu als lokale partij van die andere lokale partijen? Ja, ik weet niet in hoeverre we ons extreem onderscheiden. Wat ik wel merk is dat gewoon wij raadsleden hebben en ook mensen uit de steunfractie die gewoon echt op de inhoud gaan. We zijn juist omdat we op thema's als vooral duurzaamheid, sociaal zaken, armoedebeleid. Mag ik u even onderbreken als u dat zegt? Wij hebben raadsleden die echt op de inhoud gaan. Suggereert u hiermee dat andere lokale partijen dat niet doen? Ik denk dat de andere raadsleden ook meer dan genoeg op inhoud ingaan. Maar gewoon als ik kijk, neemt u bijvoorbeeld, u heeft hier laatst Huub Oussens op bezoek gehad. Mm-hmm. En dat ging specifiek over het armoedebeleid. Ik heb het over de suggestie dat andere raadsleden van andere partijen dat niet doen. Als u dat zo zegt.
Nou, ik denk zeker niet dat andere raadsleden niet op inhoud zullen ingaan. Ik zeg alleen dat ik zeker weet dat onze raadsleden heel sterk op inhoud ingaan. Ik vind dat juist ook wel het bijzondere, hè, dat mensen vaak PGP-raadsleden niet kennen. Ik zeg vaak ook tegen de raadsleden daarvan dat ze vaak juist weer dan zo inhoudelijk bezig zijn dat ze vergeten om dat ook goed naar buiten te communiceren. Dus dat vind ik soms lastig. Zij incasseren het verdiende loon onvoldoende. Inderdaad, hè, ze doen het harde werk, maar dat wordt te weinig opgemerkt. Hoe komt dat? En nou ja, dat heeft ook gewoon met communicatie, profilering en zo te maken. Het zijn overduidelijk geen mensen die gaan voor het snelle gewin en die gaan voor het zo makkelijk mogelijk scoren door middel van bouten statements op de tv of in de media. We hebben onze collega Mark Prikkers met Kamer Jan Somers nog een keertje langs laten gaan hier in de gemeente en nog een aantal vragen laten stellen. PGP. PGP, hebben we nooit van gehoord. Nooit van gehoord. En wat moet dat voorstellen dan? Dat moet een nieuwe politieke partij voorstellen. Oh. Waar gaan we erop vooruit als we op die stemmen? B? Nee, PGP met een P. PGP. Nooit van gehoord? Nee. Zegt me eigenlijk niks. Zegt u niks? Nee. Oké. Okay. Nee. Ja, als dat met de politiek hebt te maken. Ik heb wel gehoord, ja. Ja? Ja. Okay. En kent u ook raadsleden of leden van die partij? Ja, Oosums bijvoorbeeld en Dingense, de wethouder. Ja, die PGP is nog niet zo lang, hè. Dus ja, dat heb ik nog niet meegekregen. Hoezo? Laat ze maar zijn programma bekendmaken en dan kun je zeggen van, ja, dat spreekt me wel aan. Ja. Nee, PGP, persoonlijk. PGB. PDP. PDP. Nee, PGP. In ieder geval voor de progressieve groene partij. Oh, daar moet ik niks van hebben. Nee? Goedemorgen. Ja, je hoort een aantal van de ondervraagers zeggen heel duidelijk van, ja, het is eigenlijk, wij wachten op het programma van deze nieuwe partij. Hoe ver bent u nou mee? Ja, we hadden al in 2014 een programma. Zo heel veel. U bent nu lokaal, heel specifiek lokale partij gaan worden. Ja, ons programma was toen ook al lokaal. Maar u afficheert zich nu met progressief GroenLinks. Dus mensen denken dat is een partij die nog linkser is als GroenLinks is. Correctie, het is progressief groene partij. Dus daar zit genoeg progressief in en genoeg groen in. Maar u suggereert hiermee wel dat hij erg aan de linkerkant van het politiek palet gaat staan. Ja goed, maar als je vanuit PvdA en GroenLinks voortkomt, dan kun je natuurlijk ook wel, en PPGV kwam natuurlijk uit de socialistische partij voort, dan kun je toch wel zien aan welke kant van het spectrum dat ongeveer zit. Ja, waarom heeft u de SP niet meegenomen? Want dat is inderdaad een vrij linkse partij. U hebt ze niet meegenomen. Het had inderdaad gekund om dat ook te doen. Alleen de SP die heeft in de regel het beleid dat ze echt alleen maar zelfstandig naar ook gemeenteraadsverkiezingen gaan en anders gewoon niet meedoen. Zoals ze dus ook 4 jaar terug hebben gedaan. Ja, maar heeft u daar een poging voor ondernomen om in dit geval te komen? Nu, nee, hebben wij daar geen poging voor. Staat u er wel open voor? Ik sta daar zeker open voor, ja. Een groot linksfront als het ware hier. Ik zou dat zeker wel het liefst hebben, ja. Ja. Nou bent u PvdA. Mm-hmm. Kunt u voldoende uw uitgangspunten van die nationale politieke partij kwijt in die nieuwe partij? Nou ja, maar dat is me nou juist, hè. Omdat vaak nationaal beleid en lokaal beleid heel goed heel sterk kan botsen, gaan wij specifiek voor die lokale partij. En dat dus niet meer vanuit zeg maar het nationale programma er nog van alles doorcijpelt. Het gaat ons echt om de lokale belangen in dit geval. Ja. We hebben gewoon gemerkt, ik heb het zelf ook gemerkt als wethouder. Op een gegeven moment zat ik gewoon bij gedeputeerde Koppen, die is van de VVD. Zaten dus de VVD'er en de PvdA bij elkaar. En die zaten te ageren tegen het landelijk beleid van hun eigen partij op dat moment. U zegt dat is een heel duidelijk verschil tussen wat lokaal en wat landelijk beleid. Ja. Heeft dat nog een verklaring van dat je steeds meer hoort wat politici denken en doen, dat vaak heel tegenovergesteld is van wat kiezers eigenlijk willen dat er gedaan wordt. Een kloof als het ware tussen het politieke gebeuren en wat zijn de kiezers. Dat zou zeker mee kunnen spelen, maar ik denk dat belangen ook van mensen op een nationaal niveau vaak anders zijn gewoon dan op lokaal en regionaal niveau. Als je gewoon kijkt, neem ook bijvoorbeeld gewoon de provincie Limburg. Beleid wat in Den Haag wordt geformuleerd, dat kan soms heel sterk tegen het belang van Limburg ingaan. Ja, alleen wij liggen wel op een heel centrale plaats in Valkenburg. Maar wij hebben heel sterk belang bijvoorbeeld bij een goede treinverbinding tussen Luik, Maastricht en Aken. Maar dus laat ik het heel concreet maken. U pretendeert, u zegt
heel duidelijk, wij willen meer jongeren in de kernen hebben als partij. Dat mm-hmm. is een van uw speerpunten. Mm-hmm. Hoe gaat u dat in de praktijk waarmaken? Dan moet je in ieder geval zorgen dat er ook de mogelijkheden zijn dat mensen daar dus kunnen gaan wonen en kunnen recreëren om dat te doen. Dat betekent dus dat je vooral goede voorzieningen moet hebben. En dat betekent nog niet eens dat je dan over moet zorgen dat er bijvoorbeeld opeens weer in de kleinste wijk een supermarkt komt. Want juist jongeren die zijn heel mobiel. He, die pakken een auto. Maar waar en die moet je dan wel voor zorgen? Zorgen dat die verbindingen goed zijn vooral. En wat verstaat u onder verbindingen? Dat kan van alles zijn. Dat is niet alleen openbaar vervoer, maar ook gewoon zorgen dat het wegennet goed op elkaar aansluit. Dat soort zaken. Ja. U hebt ook een heel expliciet erin vermeld dat u kiest voor een heel duidelijk zorg- en ouderenbeleid. Ja. Nou is het bekend, we hebben te maken met een marktwerking. Kiest u hier ook op het lokale niveau voor die marktwerking? Of zou iets anders hier willen realiseren? Nou, we zitten daar gewoon aan sterke landelijke richtlijnen natuurlijk ook gebonden. En je wordt in feite als kleine gemeente ertoe verplicht om in grotere samenwerkingsverbanden daarin te participeren. Dat betekent in ons geval Maastricht en Heuveland, alle gemeentes onder de A79. Maar wilt u daar iets aan veranderen? Zoals dat nu op dit moment gaat, het mag op sommige punten mag het vooral gewoon sterker zijn. En dat is de coole. Dat je inderdaad zorgt dat alle gelden die je ter beschikking hebt, voldoende dan op ouderenbeleid wordt ingezet. En vooral ook, want we hadden het hier over jongeren, dat je voldoende ook op jongerenbeleid inzet. En dat je zorgt dat kinderen die in een achterstandssituatie zitten, alle mogelijkheden krijgen. Ja, ik heb nog maar heel weinig tijd. Een korte vraag met een kort antwoord. Bent u drukdoende met het samenstellen van uw nieuwe lijst? Ja, zeker. En u hebt al uitgemaakt dat u als lijsttrekker weer die kar gaat trekken? Vooralsnog wel, of er moet zich een andere kandidaat daarvoor nog melden. Tot nu toe krijg ik het vertrouwen daarin. Goed, ik ben nog vlak voor de uitzending moet ik zeggen, gebeld door een verontruste voorzitter van de sportvereniging Berg. Mm-hmm. En je vroeg mij of ik u wilde vragen wanneer het sportterrein in Berg, wanneer dat klaar zou zijn. Nou, dat vind ik dan heel bijzonder, want ik zit te wachten totdat de voorzitter van Berg zorgt dat alle tegels goed gelegd zijn, zodat we inderdaad de opening kunnen verrichten. Dus ik vind het een bijzondere vraag. Dus u gaat hem bellen vanavond? Ik weet niet of ik dat vanavond zal doen, maar ik zal hem eens even een mailtje sturen. Mag ik u danken en veel succes toewensen. Dank u wel, graag gedaan.